Ja, Narcotic Trust en I Like It. Dat is een nummertje van toen ik nog heel jong was. Ja. Ik ben alleen benieuwd of ik het volgende wat gaat gebeuren ook gaat liken. Want hier weet ik helemaal niks van. Nee, dat klopt, inderdaad. Nou, vertel ik, maar. Ik appte jou van de week natuurlijk over de uitzending van... zou je misschien al een camera op de keuken kunnen zetten? Ja. En in ieder geval wat voorzorgsmaatregelen treffen. Je had geen idee wat er zou gaan gebeuren. Nee. Het is natuurlijk jouw verjaardag vandaag. Dus er moet natuurlijk een verrassingsactiviteit gaan plaatsvinden. Een soort van kinderfeestje. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb een badje opgeblazen met ballonnen daarin. En die ballonnen daarin die hebben eigenlijk geen functie. Maar die zitten er gewoon voor de lol in. Het ziet er wel heel feestelijk uit. Ja, precies. En daar tegenover staat een opgeblazen flamingo met de ringen daaromheen. Wat jij zo meteen gaat doen. Jij gaat in het badje staan. Oh mijn god. Dan pak jij die ringen. Debbie moet jou eigenlijk heel even helpen. Want er zijn maar twee ringen en je moet eigenlijk wel doorgaan. En dan moet jij een ring om die flamingo vanuit het badje proberen te gooien. Gooi je hem mis, ja, dan ga ik dobbelen. En ik heb hier een dobbelsteen. En daar staat bijvoorbeeld op drink een half glas leeg. Welke glazen zijn dat dan? Daar staan een aantal shotjes. Een flink aantal. Ja, en dat slaat dus op deze dobbelsteen. Dus als jij misgooit, ga ik dobbelen. En als jij raak gooit, dan krijg je een vraag over jou. Gaat namelijk over jouw leven. Oh mijn god. Ja. En als jij die verkeerd beantwoordt, ga ik ook dobbelen. Als je goed beantwoordt, Wacht even. Als ik een vraag over mijn leven verkeerd beantwoord, dus jij denkt dat jij meer over mijn leven weet dan ik? Nou, het zijn wel dingen die je maar moet weten. Oké. Okay. Ja, het is niet direct iets wat jij weet. Je moet er misschien even voor graven. Oké. Ja. En uiteindelijk krijg je daar dus punten voor als jij de vraag goed beantwoordt. En dan uiteindelijk moet je 7 of meer vragen goed hebben. En dan krijg jij een verrassing. Oké. Okay. En die verrassing die staat hier. Dus als ik jou was, zou ik maar gewoon even naar dat badje gaan lopen. Dan gaan we zo maar eens even beginnen. En even disclaimer voor de mensen die naar ons kijken via televisie of via de livestream via onze website. Er is wel een camera op de keuken gericht, maar die is niet aangesloten op de live-uitzending. Dus wil je dit zien wat er in de keuken gebeurt, ga dan achteraf vanaf maandag of dinsdag ongeveer naar ons YouTube-kanaal Him Media. En voor nu moet je het even doen met het geluid op de achtergrond. Ja. Oké, Rick. Ja. Ga naar en Debbie, jij gaat die ringen opnieuw aangeven, hè, zo meteen aan Rick als hij ze heeft gegooid. Oké. Rick, jij loopt nu trots naar het badje toe. Ja, ik ben nu bij het badje. Ja. Oké, zet het badje even kijken ongeveer op 1,5 meter afstand van de flamingo. Nou, ik... Het is geen 1,5 meter. Rick. Ja, het is corona natuurlijk, hè? Ja, maar dan laat de flamingo dan maar verplaatsen. Dat lijkt me handiger. Oké. Ja, of nee, dat is te dichtbij. Dat is te dichtbij. Als je een beetje bukt, dan heb je hem er zo omheen zitten. Ik moet eerst even proberen om zeg maar in het badje te gaan staan zonder dat ik een blond kapot trap. Ja, dat is inderdaad ook nog even een dingetje, ja. Oh. Pat! Nee, grapje. Oké, ja, ik sta in het badje. Ik sta in het badje. Kun jij mij goed horen? Wat? Ik ga beginnen met de vragen, ja? Oh. Ja? Ja. Oké, jij geeft inderdaad, Debbie, jij geeft de ringen aan Rick. En dan gooi hem er maar omheen. Ja, ik zie het. Ik heb een mooie oranje inktvisring. Ja. Oh, ik moet nu eerst gooien. Gooi hem eromheen. Oh, een vraag. Vraag 1. Tot hoe laat is het buitenbad van het Sanadoom dagelijks geopend? Tot 11 uur. Ja, zeker tot 11 uur. We gaan door met de tweede ring. What the fuck? 1 punt. Oké. Gooi maar. Oh. Ja, dit is te makkelijker, joh. Ja. Vraag 2. Wie won de laatste editie van het Streektalent? De laatste of de eerste is hetzelfde. Ja. Anouk Balins. Nou, helemaal goed. Weer een puntje voor jou. Nog een dorst te krijgen. Ja, dat snap ik. Gooi maar een keer mis dan. Ja. Ik doe maar 2 handen gooien, dat is moeilijker. Ja. Ja, dag Debbie. Met obstakels erbij. Oh. We gaan dobbelen. Dat is niet de bedoeling. Ja, en we gaan dobbelen. Drink een half glas. Dat is altijd een half glas. Drink maar een hele leeg. Alleen voor hem. Ja, inderdaad. Jij pakt zomaar maar een flamingo shotje. Ja, okay. Daar gaat hij. Het glas is al half vol, dus half leeg. Lekker zeg. Ja. Oké, nog een ring. Oh ja, nog een ring. Ja. Oh, mis. We gaan weer dobbelen. Drink je glas op zijn kop staat hier. Ja, maar, dat gaan we niet doen. Nee, daar maken we gewoon 2 glazen van. Ja. Gooi het even 2 bij elkaar. Ja. Oh. Dat doe jij goed. Oké, we gaan door. Nog een ring gooien. Nog een keer? Ja, om de flamingo. Ah, een vraag. Welke kroeg in Nijmegen heeft als naam een munteenheid?
Dollars. Ja, dollars. Zo, we moesten wel ver komen. Jij zei, ja, soms moet je even graven. Nog een ring. Ja. Dat had ook gekund. Ja, en het Eurocafé, ja. Ja, ook nog, ja. Nou, daar gaat hij. Oh. Wanneer is Debbie jarig? Oh, wat kut. Is het september? Ja? Denk makkelijk. 5 september. Ja! Echt? Wow! Ja, heel goed. Oh, dat was echt, een gok op gevoel. Rick, je bent echt een vriend van me. Ja. Ja, natuurlijk. Oké, okay, nog een ring. Nog een ring. Ja. Oh, 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 bij de Flemingen ongeveer. Hoe heet de partner van Floor Jansen? Doe. De partner van Floor Jansen. Hannes van... Van Daal? Ja! Hannes van Daal, ja. En dan krijg je eigenlijk nog even een vraag erachteraan. Van welke band is hij de drummer? Sabaton. Ja! Ja! 5e punt voor jou. Nou, gooi nog maar een ring. Ik weet oprecht meer dan dat ik zelf denk. Oké. Het gaat zo soepel. Dat is wel kut. Nee, mij lukte het gewoon net niet, hè? Ja, maar ja, goed. Ik ben ook ouder dan jij, hè? Ja, dat is waar. Met welke horizon opent het nummer The Greatest Show on Earth van Nightwish? Oh. Oh. Archean Horizon. Ja! Ik weet niet wat het betekent, maar... Ja, inderdaad, inderdaad. En dan krijg je nog even een... Oh, wat betekent dit? Dat weet ik niet. Ja. Ja, weet ik veel. Slecht onderzocht. Ja, 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 ja. Goeie journalist. Dan krijg je nog een vraag erachteraan. En uit hoeveel delen bestaat The Greatest Show on Earth? Oh, jeetje. Kijk, 1, 2... 4. 5. 5. 5. Och. En nou? Hij was nog niet klaar met tellen. Hij was niet drink je glas leeg. Nou, dan pak er nog maar eentje bij dan. Oké. Okay. Nou, deze dan. Ja, netjes, netjes. Nou, nog een ring eromheen. Mag ik anders proberen om de 5 delen de naam te noemen? Ja, maar die weet ik niet uit mijn hoofd, hoor. Maar dan moet ik ze even gaan opzoeken. 4.7 of 4.6? Daar ga ik helemaal mis in. 4.6 is de eerste. Dan live. Ik zet hem even op te zoeken ook, hoor. Dan The Understanding. Nee, ik ga wel mis. Toolmaker zit er ook nog in. Nou, ik kom er niet. Nou, maar ik snij mezelf heel erg in de vingers hiermee. Oké, okay, nog een ring, nog een ring. Oh. Oh. Even kletsen op de bril. Oké, okay, ja. Yeah. Oh, even kijken. Een vraag, nog een keer. Down the Rabbit Hole heeft 3 mainstages. Hot Tot, Fuzzy Lop en Teddy Wither. Waarnaar zijn deze stages vernoemd? Is dat A, konijnenvoer, B, gebieden uit de Sahara of C, konijnenrassen? Ja. Ja. Is het, ja, denk je dat C? Konijnenrassen, ja. Luister, ik heb nog niet zo lang geleden een Down the Rabbit Hole quiz hier gedaan, hè? Ja, dat weet ik. Daarom had ik hem eigenlijk ertussen zitten. Ik kan wel oud zijn, maar zo vergeet ik eigenlijk niet. Oké, okay, nog een ring. Oké. Okay. Heb ik een vraag eerst voor jou? Ja. Down the Rabbit Hole is het kleine zusje van Lowlands. Waarnaar zijn de tenten van Lowlands vernoemd? Naar codetaal. Reken ik goed. IJsraak. IJsraak. Maak af. Als je rum met ananas en kokosmelk mengt, dan krijg je... Pina colada? Ja, pina colada. Ja. Het was de oor van Debbie dat ik dacht, dat zal dat wel zijn. Oké, okay, we zitten er bijna doorheen. Oké. Okay. Ja. Ja, oh. Oké, wie van deze mensen is geen Facebook-vriend van jou? Is dat Udo de Beatboxer, Daniel Lippens, Cas Evo van Wilden, Michiel van der Staphorst, Joey Peters of Bart Altewischer? Die twee na laatste. De twee na laatste, Joey Peters? Nee, die daarvoor. Michiel van der Staphorst? Ja. Klopt, ja. Nooit van gehoord. Nee, heb ik ook helemaal zelf bedacht die naam. Goed, even kijken. Nog eentje. Oh, ja. De ring. Nou, sorry. Een ring, ja. Ik ben echt een Lord of the Rings vandaag. Ja! Oké. Okay. Wie van de sidekicks van Him for the Weekend heeft bij een ijssalon gewerkt? Is dat Imke of Dominique? Nou, dat vind ik echt niks voor Imke, dus ik zeg Dominique. Jij zegt Dominique? Dat is niet waar. Het was Imke, Mark 19 en Wiegen. Echt? Ja.
Dus je moet er, denk ik, iets gaan drinken. Even kijken. Ja, dan drink je glas leeg. Oh. Oh. Kijk aan. Nou, mag je weer terugkomen naar de studio? Yes. Ja. Oh. Ik ga even de punten bij elkaar optellen. Ik zie inderdaad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punten heb jij behaald, Rick. Met 7 vragen. Met 12 vragen. Oh. Dus jij krijgt de goodie bag. Yo. Alsjeblieft. Oh, sorry. De goodie bag is voor jou. Dankjewel. Moet ik het uitpakken? Nou, dat mag. Dat mag. Dat mag. Het is... Wat was je plan? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je zelf weten. Als je het mee doet. Het is voor jou. Het zit in een flamingo tas. Maar dit is niet alles nog. Straks gaan we nog veel meer uitdelen. Hoe zitten we qua tijd? Het is 16 over 7. Oh, dat kan ik nog even zeggen. Kijk, daar. Een... Er zitten twee dingen volgens mij. Een flamingo drinkbeker? Ja, maar dat is voor milkshakes of cocktails. Ik wou zeggen, het is vrij stevig inderdaad. Ja. Oh, dat vind ik wel nice. Ja. Ik had namelijk wel een cocktail shaker, maar verder niet echt een groot glas wat in kon. Nou, dan heb je hem nu met flamingo's erop. Nice. Kijk, wat mooi. Jij mag een keer komen proberen. Ja, dat gaan we doen. En daar zit iets anders en dat heb ik zelf ingepakt in de winkel. Want anders dan, toen ging het ook naar de klote. Oh, god. Oh, komt dit er ooit uit of? Ja, dat weet ik niet. Ik heb het heel erg stevig in het papier gewikkeld. Oh. Een flamingo mok. Ja! En die is ook lekker groot, dus er kan ook lekker veel in. En ga je hem op je bureau neerzetten of voor thuis? Nou, op mijn bureau hier staat al die andere mok van vorig jaar. Oh ja. Zet je hem er lekker naast. De collectie wordt uitgebreid. Oké, hou je vast. Er komt straks nog meer aan, oké? Okay? Gezellig. Gaan we eerst even een dansplaatje draaien. Dankjewel. Alsjeblieft. Goed gedaan. Welkom bij de cursus Weekend voor Beginners. Allereerst duimpje omhoog doen, daarna delen met je vrienden en natuurlijk volgende week weer kijken.